Hallo beste kijkers van Dus David Games. Pieter hier, oftewel Oma op een met vandaag mijn tweede aflevering van Pro worden met Pieter op Dus David Games. Vandaag ga ik met jullie behandelen welke headsets er zijn en hoe een headset jou kan helpen. Het is een redelijk controversieel onderwerp geweest. Controversieel betekent voor degenen die het niet weten: een, con een, een controversieel onderwerp is een onderwerp waar veel verschillende meningen over zijn. Het zit namelijk zo. Sommige mensen zeggen, mensen die een headset kopen om een game, die zijn er zo dermate in geïnteresseerd dat ze wel een voordeel verdienen. En andere mensen zeggen van nee, iedereen hoort gewoon hetzelfde, hetzelfde voordeel te hebben ongeacht of ze nou extra betalen of niet. Triarch heeft een beetje de kant gekozen van de mensen die zeiden van ja, iedereen heeft gewoon hetzelfde voordeel nodig. En Infinity Ward is toch een beetje meer de kant opgetrokken van de, 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 de iets wat professioneleren. ik vind nou ja tenminste de, de, het profcircuit moet ik dan zeggen met... Iemand die ervoor gaat kopen. Of iemand die er geld aan besteedt. Die is dermate geïnteresseerd in de game. Dat hij er ook wel wat extra voordeel voor mag hebben. Dit heeft geresulteerd in dat de Modern Warfare games over het algemeen echt een ontzettend stuk beter. Uh, geluid hebben en dan voornamelijk het geluid van de voetstappen Niet zozeer dat de kwaliteit beter is Maar meer dat ze onvoorstelbaar veel harder zijn Iedereen weet het Tenminste die Mono Warfare 3 heeft gespeeld Sitrap Pro is overpowered Echt en niet eens een klein beetje overpowered Het is extreem overpowered In de handen van iemand Die goed met een headset weet om te gaan ik krijg veel reacties van Pieter. Hey, hoe kan, ik dit nou, hè? hoe kan dit nou gebeuren? Je raadt altijd headsets aan en je zegt dat het supergoed is. Maar als, je, als ik er eigenlijk naar ga kijken en dan, uh, dan ga, ga ik hem zelf gebruiken, en, want ik heb er namelijk een paar dagen geleden eentje gekocht, dan valt het toch wel tegen, want ik kan niet heel goed horen waar de mensen vandaan komen. Klopt, heel logisch. Het duurt echt een paar weken of misschien zelfs wel maanden voordat je echt volledig aan een headset bent gewend. En zelfs ik, ik heb hem nu drie jaar, ik heb hem in juni drie jaar, dus het duurt nog een paar maandjes. Maar ik heb hem dus bijna drie jaar en zelfs ik merk nog per dag, dag op dag, merk ik dat ik beter word in het, uh, in het handelen van mijn headset. Dus het is echt iets waar je heel erg in kan groeien. En op een gegeven moment ben je er zo, uh, ja, zo goed kan je ermee omgaan, dat je echt een soort van uh, non-stop radar boven je hoofd hebt van voetstappen. Zeker in Modern Warfare 3, zoals ik al had verteld, heb je in Modern Warfare series iets meer uh, voetstappen dan in Black Ops series en dit wil niet zeggen, want dit is een conclusie die bijna iedereen direct trekt. Dit wil niet zeggen dat je automatisch maar geen headset moet kopen als je favoriete game een Black Ops game is. Nee jongens, doe dat alsjeblieft niet. Headsets zijn in elke game nuttig, of het nou Black Ops is of Call of Duty, uh, Modern Warfare 3. Het maakt niet uit, zolang het een Call of Duty is, is het nuttig en wel precies hierom. Met een headset heb je eigenlijk je radar niet meer nodig. Ik weet het, het klinkt een beetje van uh, wow, wow, wow. Je hebt je radar altijd nodig. Nee, met een headset ga je, kan ik je beloven dat je je radar echt tien keer zo weinig gaat gebruiken. Wat ervoor zorgt dat je veel meer met je ogen op je beeld ge gefocust kan blijven. Het zorgt er namelijk voor een headset dat je precies kan horen waar de silenced kogels vandaan komen. En al helemaal waar de unsilenced kogels vandaan komen. Hier heb ik trouwens mijn Mo opgehaald. Het is iets van een 40-streek. Dus ik, uh, ik weet zeker dat jullie hem leuk gaan vinden. Maar ja. En je kan dus perfect horen waar de silence, zowel als de unsilence kogels vandaan komen. Wat ervoor zorgt dat je echt weinig meer op je radar hoeft te kijken. In Black Ops 2 heb je iets wat een, uh, een stelt chopper heet. Ik hoop dat jullie daar de aanhalingstekens konden horen. Want met een headset is hij echt totaal niet stelt. Je kan precies horen waar hij hangt. En je kan ook. Uh, als je er even een klein blikje op waagt, kun je ook precies kijken waar hij je heen wijst. Want met de stealth chopper, voor degenen die het nog steeds niet wisten, is ongeveer hetzelfde als met de Harrier in Modern Warfare 2. Hij schiet alleen maar op de mensen die echt recht voor hem, onder hem lopen. Ik weet niet waarom ze dit erin hebben gedaan, aangezien het een stealth chopper is. Maar ja, en hij dus niet op de raander te zien is. Maar ja, Treyarch heeft daarvoor gekozen. Of uh, Treyarch moet ik zeggen, zeg ik het weer fout. Maar ja, het zal wel. Um, ja, dat waren dus een beetje de headsets. Je hebt drie grote Xbox en PS3 headsetmerken. Ik laat de PC hier even buiten beschouwing. Want de PC-mensen zijn zo onvoorstelbaar verwend. Zij hebben echt keuze uit een miljard headsetmerken. En een miljard prijzen. En allemaal verschillende prijskategorieën. Echt, ik ben jaloers op jullie. En ik kan hetzelfde zeggen voor iedereen die een headset bezit. Op een Xbox of een MonoWorld 3. Het zit namelijk zo op de Xbox en. Um... En PS3, volgens mij zei ik net Mono voor 3, maar dat moest natuurlijk PS3 zijn. Op de Xbox en op de PS3 heb je maar eigenlijk drie grote merken headsets. Je hebt de van oudsher de koning, de Astros. Dat zijn echt de dure headsets, maar ook echt de beste headsets. En het is, uh, ik zou ze niet aanraden. Ze zijn veel te duur voor wat ze leveren. Het is namelijk ook een beetje zo, het feit dat ze de beste zijn. Kunnen ze natuurlijk ook weer mega veel geld voor betalen. Uh, of voor vragen, moet ik zeggen. En dan moet jij er dus extra veel geld voor gaan betalen. Ze kosten namelijk dik 200 euro. En het is echt niet normaal hoeveel geld dat is. Zeker als je het bekijkt naar het voordeel wat je ervoor krijgt. Ten opzichte van gewoon een headset van 60 à 80 euro. Dat is echt nauwelijks extra voordeel. Hier ga ik trouwens dood. Echt heel erg kut. Dus ik zou Astro's niet aanraden. Het wordt een beetje een soort van titanenstrijd tussen Triton en Turtle Beach. Turtle Beach heeft een beetje de reputatie gehad dat ze snel stuk gaan, niet waar jongens. Ik heb mijn Turtle Beach 3 jaar en hij is Mono Warfare 3 compleet zonder scheuren van, de, of doorgekomen moet ik zeggen. Dus dat zegt wel wat met de mate van de, dat die game frustrerend is en hij is gewoon nog compleet heel. Dus dat is ook een fabeltje, want ik heb er redelijk wat uh, mee uh, fanatiek uh, gespeeld, om maar even te zeggen. Het ons ook extreem goed. Ze concurreren elkaar een beetje met de beste prijs. Dus je kan eigenlijk gewoon één van beide merken nemen. En dan een headset tussen de 60 en 80 euro. Er zijn kleine onderlinge verschillen. Alleen die verschillen niet zo heel veel. Ik hoop dat jullie de aflevering leuk vonden. Als dat zo is geef me een duimpje omhoog. Het is altijd leuk om als uploader veel duimpjes omhoog te zien. En laat misschien in de comments achter... Wat jullie willen dat ik de volgende episode over doe. Je kan natuurlijk kiezen uit een scuf controller, FPS-freaks, noem maar op. En ik check jullie weer bij de volgende aflevering van Pro Word met Pieter op Dus David Games. Later, gasten.